Hey, van der Looy, heb jij je ook zo verveeld de eerste helft? Nee, tuurlijk niet. Jij misschien, maar ik niet. Nee, ik kijk denk dan toch iets anders naar de wedstrijd. Maar ik begrijp wel wat je bedoelt hoor. Dus, maar ik heb me niet verveeld, want het was natuurlijk wel spannend. Maar we deden zeker niet alles goed in de eerste helft. Dat ben ik met je eens. We hadden afgesproken dat we vanaf minuut 1 de uitstraling zouden hebben dat we die wedstrijd willen winnen. En dat we daar... ook zo zouden spelen. Ik vond ook wel dat we best wel aardig begonnen hoor, de eerste paar minuten. Maar daarna zakte het wel wat weg. Nam Go Ahead het initiatief over. Ja, en wij liepen gewoon te veel achteruit. En terwijl we zouden ze bij, netjes te zeggen, bij de strot grijpen. Maar dat deden we niet, dus we lieten ze te veel voetballen. En dan zijn ze goed. Want dan gaan ze bewegen en dan gaan ze lange ballen spelen en dan gaan ze lopen. Terwijl we af hadden gesproken dat we ze dat juist niet zouden laten doen. Ik vond dat we zeker in de tweede helft de zaken goed voor elkaar hadden. Eén moment niet, dat was vlak na de 1-0. Kregen zij een goede kans die overging. Voor de rest hebben we heel weinig kansen weggegeven. En ik denk ook dat het houden van de 0 is ook voor ons heel goed. Gebeurd is niet zo vaak gebeurd, maar dat is wel een belangrijke basis om wedstrijden te winnen natuurlijk. Hoe blij was je dat er achterin zo weinig werd weggegeven? Ja, heel blij. En ik denk dat we... Ik voelde dat al wel groeien eigenlijk. Hè? Want we hebben het over Feyenoord gehad vorige week. En ook in die wedstrijd zag je dat we relatief weinig kansen weggaven. Wel 3 goals. En dat is dan te veel. Een paar slechte momenten. Maar niet heel veel kansen of zo. Dus we staan beter georganiseerd. We hebben het beter voor elkaar. En uiteraard kan het allemaal nog beter. Het belangrijkste is dat we het ook verder vooruit durven doen. En niet te snel achteruit lopen. 2-0 winst op Go Ahead Eagles. Als ze dat van tevoren tegen je gezegd hadden. Nou, dat heb ik er best wel voor getekend. Ja. Nee, ja, dat is natuurlijk logisch, want we hebben de punten hartstikke hard nodig. Maar wat ik vooral hoop dat het team hieruit haalt, is dat we... je speelt tegen een ploeg die hoog in het linker rijtje staat. Die een heel goed seizoen doormaakt. En daar win je thuis met 2-0 van. Je geeft relatief weinig kansen weg. In de tweede helft ben je in staat om ze best wel onze wil op te leggen. Dat gevoel moet je meenemen naar de komende wedstrijden. Want dat zijn allemaal ploegen die of rond deze positie van Go Ahead staan of nog lager. Dus voor ons liggen er nog heel veel kansen. En ik zeg echt niet dat we al die wedstrijden zomaar even gaan winnen. Maar als je met de overtuiging van de tweede helft speelt, dan gaan wij echt nog wel een aantal wedstrijden winnen. Volgende wedstrijd is een wedstrijd tegen een van de top 4. Betekent dat je 14 dagen de tijd hebt om je daar rustig op voor te bereiden. Ja, en niet alleen een wedstrijd tegen een ploeg uit de top 4. We weten allemaal waar het om gaat over 2 weken in Enschede. FC Twente, Heracles is natuurlijk een prachtig adviesje. Dus daar kijk ik gewoon naar uit. En voor ons is het wel lekker dat er net even misschien even iets minder druk op de ketel staat door de 3 punten van vandaag. Maar we willen daar ook heel graag laten zien dat we echt wel aardig kunnen voetballen. We hebben de statistieken eens even nagekeken. Heracles scoort de eerste helft 1 keer op doel. En Go Ahead helemaal niet. Is dat zo? Ja, nou ja, ik denk dat we allebei vaak doorkwamen via de zijkanten. En dat dan de eindpaas of de afwerking niet goed genoeg was. Ik denk dat we al een paar keer op doel, of richting doel is geschoten met name. En 1 keer op doel van ons. Ik zou niet eens weten wie heeft geschoten dan eigenlijk. Hoe vond jij jouw eerste doelpunt? Jouw 7e doelpunt in totaal? Ja, ik kreeg... Zag je meteen dat hij erin zat? Nee, zeker niet. Ik kreeg een lange bal van Emiel. En op dat moment knik hem gewoon richting doel. Veld is glad. Dus het kan moeilijk zijn voor de keeper. En het moment dat hij hem eigenlijk tegenhoudt, ga je natuurlijk appelleren van hey, goal, goal, goal. En toen keek ik naar de grens. Die zag met zijn vlag omhoog staan. En dan is het alsnog afwachten wat de VAR doet natuurlijk. Dus ik wist het nog niet. En toen ik een beetje op de middenlijn liep, vroeg nog aan de scheidsrechter en goal. Zegt hij ja, goal. Dus toen wist ik het eigenlijk pas. Ja, de grensrechter was ook zeer gedecideerd, hè? Ja, knap gezien van hem inderdaad. Ik had het zelf niet gezien. Maar dat is ook omdat het voor mij een heel snel moment is. Maar toch knap dat hij het heeft gezien, ja. Kijk eens achterom. 2-0 winnen van Go Ahead Eagles. Wat zeg je dat? Ja, goed. Natuurlijk hartstikke blij mee dat we 3 punten weer pakken. En dat is het allerbelangrijkste eigenlijk. 3 punten? Dat betekent dus dat je staat op de 14e plaats. Je stond op de 14e plaats. Je kan niet meer naar beneden nu. Nee, ja, inderdaad. Je hebt wel gat geslagen met degene onder je. En dat is hartstikke fijn. En misschien geeft dat wat meer rust voor ons. En hopelijk kunnen we deze lijn voortzetten. Het is even geleden dat jullie een wedstrijd in winst konden omzetten. Het moet een hartstikke lekker gevoel geven. Ja, nee, zeker weten. Ik hoor de muziek weer een keer in de kleedkamer. Dat is ook fijn. Dat is ook een fijn gevoel om die kleedkamer binnen te lopen. En dat betekent dus dat je dus met
plezier, denk ik, nu naar de volgende wedstrijd kunt kijken. En dat is natuurlijk weer een Twentse derby tegen FC Twente. Ja, klopt. Daar hebben we hartstikke veel zin in. We hebben nu even een break natuurlijk. En dan kijken we gewoon uit naar de wedstrijd tegen Twente. Het was je zevende doelpunt. Hoeveel komen er nog bij de laatste 8 wedstrijden? Ja, dat zou ik echt niet weten. Ik hoop nog wel een paar in 8 wedstrijden. Dat zou wel mooi zijn. Ik zou geen schatting kunnen geven. Ik kijk alles per wedstrijd en dan zie ik het wel. Jesse, we zijn hartstikke blij met je. Gefeliciteerd met die 2-0. Dankjewel, gelukkig maar.